Goeiedag, welkom in de studio. Studio Vlaams Parlement. Veel buitenlands conflict, buitenlands nieuws de voorbije week met de opgepakte politici in Catalonië en vooral ook de militaire inval van Turkije in Syrië. En dat waait over of zinder na tot hier in Vlaanderen. Dit weekend een ploeg van jonge Vlaamse kinderen, Turken, die op het voetbalveld en in de kleedkamer de Turkse militairen groet brengen. Vragen daarover in de plenaire, onder meer van N-VA door Chris van Dijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is een tijd geleden ook. U bent hier ook ondertussen als commissievoorzitter inburgering. Dat gaat ook hierover. Inderdaad. En vooral mijn insteek was vandaag vanuit de commissie sport. Ik heb vroeger sport gedaan en terug naar deze commissie. En ja, dat doe ik wel graag, omdat ik sport een heel belangrijk beleidsdomein vind. En dit was uw eerste tussenkomst in de plenaire van deze legislatuur. Moeilijke inderdaad. Zomer, maar u staat er weer. Ik heb er altijd gestaan en ik blijf er staan. Inderdaad, een belangrijk onderwerp. En eigenlijk betreurenswaardig dat we het thema jeugdsport op deze manier hebben moeten aansnijden. Ja. Want het gaat over jeugd, echt wel heel jonge kinderen, ja, jongetjes maar, van 9 à 10 jaar. Maar je zou kunnen zeggen, je hoort ook de voetbalcoach, die jongetjes imiteerde misschien gewoon hun Turkse nationale voetbalhelden. Voor hen is dit ja, onschuldig, wat ze verwijzen ook naar hun vaderland waar ze misschien nog familie hebben. Inderdaad, maar ik denk dat daar het probleem zich net situeert. Deze jonge voetballertjes die wonen in Limburg, maar dat is niet alleen in Limburg. In heel Vlaanderen stellen we vast dat er heel wat jongeren zijn met een andere achtergrond. Dat die actief zijn in sportclubs en dat is prima, want sport is nog altijd het beleidsdomein bij uitstek waar je aan inclusie kan werken. Iedereen wordt daar getaxeerd op zijn kunnen, op zijn vaardigheden, maar niet op zijn afkomst. Maar hier, om tot dat punt te komen, hier zijn het blijkbaar enkel Turkse kinderen. Ik heb daar twee vragen bij. Voor eerst, hoe komt dat dat dan een club is of clubs zijn die uitsluitend Turkse kinderen opvangen? Het tegendeel zou denk ik raar overkomen. Moest ik morgen een club oprichten en zeggen, bij mij mogen alleen autochtone Vlamingen lid worden? Dat zouden we niet aanvaarden en terecht zouden we dat niet aanvaarden. Dus hier kan dat blijkbaar getolereerd worden. En dan stel ik mij inderdaad de vraag, hoe wordt daar aan opvang gedaan? Welk is de voertaal daar? Houden wij die kinderen voor een stuk gesegregeerd van andere kinderen in hun dorp, in hun gemeente? Ik hoor dat dat clubs zijn, onder andere uit Heusden-Zolder, uit Beringen. Ik woon zelf in de Kempen. Ik heb zelf kinderen die sporten. Wij sporten tegen ook clubs uit die gemeenten. En ik zie daar een grote diversiteit. Ja. Dus waarom sluit men zich op in zijn eigen etniciteit met een club? En welk verhaal brengt men daar? En wat mij vooral stoorde in deze, dat was dat de verantwoordelijke van de club zich de vraag stelde, wat is hier het probleem? Ze ja, zagen het probleem. Als ik even mag, de coach zegt daar ook, dit is geen politieke propaganda, dat was ook niet de bedoeling en blijkbaar is dat een soort e-team die men elk jaar brengt aan martelaren, zoals het dan heet, en is het nu omwille van de actualiteit net nieuws geworden. Voor hen is dit blijkbaar een vrij onschuldige, ja, laat ons misschien maar zeggen, bijna wat traditie of niet meer dan dat ook. Ja, maar op dit punt moet ik oppassen om eigenlijk niet echt boos te worden. Want deze kinderen, ook die trainers, die begeleiders, die wonen in Vlaanderen. Maar volgens hen is het misschien slechts folklore. Ja, zij wonen in Vlaanderen. En die folklore waarbij men een apologie brengt aan een agressor, want op dit moment valt Turkije of is Turkije Syrië binnengevallen, daar worden burgers gedood, om niet het woord vermoord te gebruiken, wel daar een apologie aan brengen. En dan zeggen, dit hoort bij onze cultuur, dan zeg ik dat daarvoor geen plaats is in ons Vlaanderen. En dan moeten we daar zeer duidelijk in zijn. En kan het niet, die gelaagde cultuur, u weet wel, het regeerakkoord, waar men een stukje die band voelt met het vaderland van de ouders, grootouders. Tuurlijk. En dat land zit nu eenmaal in conflict. Men kan daarbij betrokken zijn, eventueel door familiebanden, maar dat hoeft eventueel geen goed Vlamingschap in de weg te staan. Het was althans, zo beleven zij het zelf niet, want ze zagen eigenlijk het probleem niet erin. Hè? Ja, maar dan moeten we hen eens duiden dat er wel een probleem is. Zij tonen zich hier met een Turkse vlag, brengen een apologie aan die soldaten die op dit moment als agressor optreden, tegen inzonder ook Koerden, voor een stuk ook nog, ik zou bijna moeten zeggen, landgenoten, door het lot van de geschiedenis. Koerdistan heeft nooit de kans gekregen om een eigen staat te vormen. Dus dit gaat over pure agressie. En dat overbrengen op kinderen van U10, dat zijn 8-9-jarigen, dat doe je niet. En heb ik een probleem met de gelaagdheid? Nee. En dat Turkse kinderen ook nog die Turkse cultuur voor een stuk thuis koesteren? Ja, maar
Ik kan niet aanvaarden dat Turk zijn een synoniem is van het verdedigen van geweld. Daar gaat voor mij de brug te ver. Dus wij moeten hen toch wel duidelijk de boodschap brengen. Jonge voetballers, ongeacht hun afkomst, horen thuis in onze Vlaamse samenleving. En dan moeten ze zich ook opstellen navenant wij dat hier vanuit onze waarden ook propageren. En dat wil zeker niet zeggen dat we steun betuigen aan een militaire agressor. Ja, want ik hoorde, ik leg hem nog even voor, de minister noemde het ook, deelname aan militaire propaganda. Ach, dit is een lokaal voetbalclubje met wat jongeren, een coach die misschien niet beter wist. Is dat ook op zijn beurt niet wat overtrokken? Dat is juist de fout, vind ik. Dat is de verpletterende verantwoordelijkheid van die jeugdtrainer. Die moet goed weten waarmee hij bezig is. En het waren ook collega's in het parlement die ernaar verwezen hebben hoe dat die jonge kinderen, ongeacht of ze nu Turks van afkomst zijn of Vlaming of Koert of wat dan ook, zij kijken op naar hun begeleider. Dat zijn voor hun voorbeelden, toonbeelden. Dat zijn figuren die wat dat betreft een verpletterende verantwoordelijkheid hebben. En ik denk dat we vanuit het beleid, maar ook vanuit de gemeenten. Ik denk ook Voetbal Vlaanderen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het voetbal in Vlaanderen, ook haar verantwoordelijkheid ter zake neemt, om dat zeer duidelijk te maken. Ik wil daar iets voorleggen. De voetbalploeg zelf, de coaches, zagen er aanvankelijk blijkbaar het probleem niet van in. Het probleem. Ze hebben het gepost. Maar misschien hebben ze wel een probleem, want als we naar ons regeerakkoord kijken, daar staat vaak de woorden identiteit, nationaliteit, gemeenschap in. Ja. En ook, maar dat ging toen over andere verenigingen. Men loopt in dat regeerakkoord niet warm voor verenigingen die gebaseerd zijn op etniciteit. Nee. Wat als blijkt wanneer deze clubs uitsluitend en bewust Turk zijn? Ja. Dat is een probleem. En ik zal u ook zeggen waarom. Toen ik in 1995 lid werd van dit Vlaams parlement en voor de eerste maal lid van de commissie Sport, leefden wij in een sportlandschap waarbij sportclubs niet op etniciteit, maar op ideologie gebaseerd waren. Er waren sportfederaties die waren georganiseerd. Ik denk katholiek, socialistisch, de liberalen. En dan had je in één dorp, in één gemeente, verschillende clubs en de aanhorigheid van de ouders, bij welke vakbond waren ze, bij welke mutualiteit waren ze, en afhankelijk daarvan ging hun kind naar die club. Ja, dat was het Vlaanderen van de 20e eeuw. We hebben gelukkig die bladzijde omgedraaid. We hebben ook die hervorming gekregen in het sportlandschap waarbij die ideologische gekleurdheid weg is. We hebben nu pluriforme clubs. Dus ik moet daar niemand van overtuigen. We vinden dat een geschiedenis. Dat zie je nu. Etnische verzameling. En nu zien we hetzelfde gebeuren bij het etnische. En dan denk ik dat we even adequaat moeten optreden en zeggen, dit kan niet. Maar wat kan u daaraan doen? Want je ziet ook die loyaliteit van Vlaamse Turken. Op andere momenten ook volwassenen, soms incidenten. Ja. Goed en wel, dat zit daar. Dat krijg je er niet uit, hè. Dat is, nee. Wat kan je daaraan doen? Je hebt natuurlijk ook in onze grondwet, want een grondwet is belangrijk en soms kan de tegenstander daar ook, als ik het zo kan zeggen, opportuniteiten uitpuren. We hebben de vrijheid van vereniging en dat is heel belangrijk. En ieder kan zijn club organiseren, ik kan een club maken en zeggen, jij mag erbij en de andere mag er niet bij. Maar ik als overheid kan wel parameters hanteren om u te erkennen als club. Om u te subsidiëren als club. En dat zouden ze kunnen doen. En daar denk ik, daar moeten we optreden. Clubs die zich niet houden aan deze basisregels, openstaan voor één ieder, erkenning van, ik denk dat we daar zeer adequaat moeten zeggen, geen erkenning, geen subsidiëring. En dat is dus de tool die we hebben. De meeste en dat van die is een clubs, strenge sanctie? Want dat is een strenge sanctie. Maar weet je, destijds, voor die clubs die gegroeid waren vanuit dat verleden, vanuit hun socialistische of katholieke club, voor hun was dat ook een moeilijke barrière. Maar dan spelen ze verder zonder die erkenning en dan is het maar zonder die subsidies. Ja, daarmee gaan ze niet Vlaamse maken. Als een voetbalfederatie dat ernstig neemt, dan kunnen ze ook niet deelnemen aan competities. Dat is een oproep ook aan de federatie. Wel, ik denk dat we daar zeer consequent en zeer correct in moeten zijn. En toch zeker, en dat heb ik ook aan de minister gevraagd, dat men vanuit, in dit geval voetbal, hè, want dat zal ook in andere sporten zijn, laat ons niet alleen ons op het voetbal richten, maar dat we toch eens kijken, hoe wordt daar intern gewerkt? Is Nederlands de voertaal? Zijn ook andere kinderen welkom? Ja. Of zijn het alleen maar diegenen van een bepaalde etniciteit? En ik denk dat we daar zeer consequent op moeten toezien, ja. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.